Welkom bij NL Going to the Movies. Ik ben Maurice. En geen Patrick, die is op vakantie. Nou, dit is een review over Guardians of the Galaxy deel 2. Zonder spoilers. Dus ik hou hem kort, omdat ik toch even wil zeggen dat jullie echt naartoe moeten gaan. Zeker als je houdt van dit soort type films. Grote aanrader. Ik heb contact gehad met Patrick. En die zei ook veel topper was. Die had hem zelfs al eerder gezien dan ik. En hij gaf al gelijk het cijfer 9. En ik geef hem helemaal gelijk. Dat is echt een hele leuke film. Als je deel 1 gezien hebt, nou ja, dan gaat het in feite gaat het verder op het verhaal van deel 1. Heb je hem niet gezien deel 1, dan zou ik echt wel eerst gaan kijken. Omdat deel 1 heel veel uitleg geeft over de personages die je nu in deel 2 spelen. Dus dat is wel even heel belangrijk. Voor de rest, als je de trailer hebt gezien, nou die heeft wel wat laten zien, maar totaal niet het verhaal. Dus je zult echt verrast zijn. En, wat heel belangrijk is, aan het einde blijf gewoon zitten. Ik denk dat andere mensen het ook hebben verteld, maar tot de laatste seconde van de film komen er een aantal stukjes nog. En dat is natuurlijk, ja, als je een Marvel fan bent, dan weet je dat dat altijd zo is. Dus ook bij deze film, ik zag echt wel aardig wat mensen, zag ik toch al weglopen. Tot de laatste seconde van de film kwam nog een nastukje. Dus blijf gewoon zitten. En ja, je hebt gewoon een hele leuke film. Dus ik ga nou niet te lang hiermee door, want ja, ik wil dit toch samen met Patrick zo meteen doen. En dan doen we echt een spoilers review. En dan kun je echt wat dieper ingaan op de informatie. Dus het is een lange film, maar een leuke film met humor. En het is echt wel best wel grof humor af en toe. En heel veel actie. Dus hou je van superheldenfilms. Nou, en dan zeker nog met een sci-fi basis. Ga je dit het helemaal trekfilm vinden. Tot ziens.